De naweeën van wateroverlast, die bijkans 4 maanden heeft geduurd in het district Brokopondo, zijn nog steeds voelbaar. Volgens districtscommissaris Ludwig Mendelssohn komt er weinig tot geen schoon drinkwater uit de kraan. De diverse waterbronnen zijn gecontamineerd en kapot gemaakt door het natuurverschijnsel. Waterbron van Klaaskriek, waterbron van Balingsula, van Boslanti en van Centrum Brokopondo, die functioneren niet zo goed meer. Maar ik moet u zeggen van dat de strategie die nu is aangepast is dat er water wordt aangevoerd met tankwagens, SWM, NCCR die levert ook water en het ministerie van NH die draagt ook een steentje bij. Dus het tekort wordt wel aangevuld. Ja. En voor de mensen van Tapasi ja, is er vorige week een watersysteem geïnitieerd en het is in gebruik genomen vorige week. Dat is een methode om regenwater op te vangen en dat is ook een meewind. Mendelssohn staat ook stil bij de goudwinning in zijn district, in het bijzonder de kleinschalige goudwinning. Doordat deze nog niet geordend en gereguleerd is, is er sprake van een wild-wild-west situatie. De goudkoorts slaat toe en haast elke bewoner tracht zijn heil te zoeken in deze sector. Volgens Mendelssohn is dit ongeoorloofd, want op diverse plekken waar er niet naar goud gezocht zou moeten worden, zie je dit wel gebeuren. Hij roept de regering op om snel in te grijpen. Als je moet kijken naar de hoeveelheid aan goudzoekers in Brokopondo, denk ik van dat het nu tijd moet zijn van dat de overheid werk van moet maken om die sector dan te reguleren, te structureren, zodat deze arbeiders niet meer de naam moeten dragen van porknokkers of illegale goudzoekers. Want het is een sector die het meest opbrengt of die het meest bijdraagt aan onze economie. Ja, dus dat van illegaliteit moet tot het verleden gaan behoren. Ik denk van dat de sector goed moet worden geordend. Ja, gewoon een algemene registratie houden, zodat we weten in welke gebieden bepaalde heren gaan werken. Dan denk ik van dat al deze problemen die we nu hebben, ja, dat ze zullen gaan behoren tot het verleden. Want het is nu een soort hit-and-run systeem. Ja, Roosbel heeft last van mijnindringers. Overal in het district waar er goudaders lopen, wordt er gegraven. De burgervader betreurt dat zijn naam wordt genoemd in vermeende activiteiten, als zou hij vergunningen hebben verstrekt voor het verrichten van mijnbouwactiviteiten in Brokopondo. Het is absoluut niet waar, dit heb ik vaker gehoord. Het is ronduit een verzinsel, aldus Mendelssohn. In DC kan toestemming geven tot mijn activiteit. Dat is het ministerie van NH die dat doet. Ja, ja, begrijpt u. U zult van alles en nog wat horen. Wij proberen juist over te brengen aan deze goudzoekers van dat ze het milieu niet moeten vervuilen. Dat ze de natuur niet moeten vernietigen. Begrijpt u? En ik blijf erbij. Ik zal het blijven zeggen ook in het district. Maar punt bij mij is dat de sector geordend moet worden.